Ik sta hier bij het festival live in Horen, ja, op het Pelmolenpad in Horen. Toen ze eenmaal wisten dat de wedstrijd Nederland-Turkije vanavond zou zijn, hebben ze wat in de programmering geschoven, zodanig dat niet alleen mensen hier, de bezoekers, het allemaal kunnen zien, de wedstrijd, maar ook nog eens dat ze een live voorbeschouwing krijgen van Ronald de Boer samen met NOS sportverslaggever Chris Wobbe. Een voor- en nabeschouwing, ja, gewoon live op het podium. Ik ga even praten met Ronald en Chris. Hoe is dat om in plaats van in de studio zo'n voorbeschouwing te doen, hier dat nu voor een live publiek te doen? Ja, en misschien spreek ik ook nog wel wat bezoekers. Vinden zij het jammer bijvoorbeeld? Hè? Hebben ze lieve muziek en komen ze niet voor die wedstrijd? Ik ga hier praten dus bij Live in Horen. Je weet, staat er een wedstrijd op het spel vanavond. Iets in Duitsland of zo, ja, met, ja. Toch? Twee elftallen, ja, die... Met Oranje, geloof ik. Oh, ja. Ja, precies. Ja. Ja, dat is een beetje natuurlijk wat het evenement niet had verwacht natuurlijk, dat Nederland vandaag zou spelen om 9 uur. Dus ja, ze moesten een alternatief programma. Ja, dat zijn wij. Ik heb natuurlijk wel wat voor mensen gespeeld natuurlijk, 80.000 mensen, maar... Dit is natuurlijk even weer wat anders natuurlijk, hè? Ja, dit zijn er 9000, dit is ongelooflijk. Ja. En het is voor jou ook een thuiswedstrijd, hè? Ja, Chris, ik ben hier, schrijven 200 meter hier vandaan geboren, in het ziekenhuis in Horen. Kijk eens aan. Wat me wel opvalt, dat doet me deugd als ik dan hier rondloop. En ik kom heel veel, zeg maar... familieleden van familieleden, dus verre familieleden. Van, oh, je kent meneer D nog, je kent meneer Duin nog. En ja, je vader, of mijn vader heeft jou lessen gegeven, dat soort dingen. Maar wat ik ook leuk vind, het zijn wel echte West-Friese hier. Hè? Ja, dus, ja, en dat volk, dat ligt wel dicht bij mijn hart. Zoals ik ook ben, recht voor je raap, maar geen kapzones en zo. Dus ik vind dat wel heel mooi. Ja, Chris, jij bent hier de hele dag al. Ja, zeker. Ja, het is gewoon genieten, joh. Dit is altijd een feestje. Wat Ronald ook zegt, het is echt thuiskomen. Het is een reunie. Ik had anders ook misschien commentaar moeten geven. Vanavond natuurlijk bij Nederland. Maar ja, dat geef je er gewoon graag voor op, joh. En nou, dat Ronald er ook is, nou, we kennen elkaar ook. Ja, dat is, ja, 1 plus 1 is 3, weet je wel. Ja. Het is echt, nou, wat je zegt, thuiswedstrijd. Wij wel. Even horen. Nederland-Turkije. Heb jij zelf ook wel eens tegen Turkije gespeeld? Ik heb zelf met Nederland in Turkije gespeeld. Misschien voor de ouderen weten we misschien nog wel. Toen nam ene kleine Seedorf de penalty onverwacht. Ja, die hebben ze nog steeds niet teruggevonden, die bal. Exact, die penalty, maar... Precies. Vandaag is het natuurlijk een hele andere wedstrijd. Maar ik ben heel positief, Chris. Jij bent positief? Ja. Denk jij dat Nederland gaat winnen? Nederland gaat winnen met 3-0. Nederland gaat winnen met 3-0! Woehoe! Hebben jullie een aanpak zometeen? Heb je een plan? Ja, wij zijn altijd heel erg van de voorbereiding. We zijn hier al een week of twee mee bezig, toch? Ja. Hij heeft me de vragen opgestuurd. Dan zeg ik, nee Chris, ik wil dat je het iets anders stelt, ja, zo. Precies. Ik studeren. Dus we hebben echt een strategie. Nou, dan gaat iedereen gestrekt. Heb je wel eens vaker met 9000 man voetbal gekeken? Met 9000 man niet. Nee. Met 9 man wel, maar niet met 9000. Ik heb wel eens met 9000 man in het stadion voetbal gekeken, maar niet op een feest. Ik moet zeggen, mijn man, Marco, die heeft nog gevoetbald tegen Ronald de Boer. En zijn broertje. Ooit. Ja, dat was heel vroeger natuurlijk, toen die jongens van de Boer nog in Grotebroek speelden bij de Zouave. Ik hoop dat hij er wel zich eroverheen kan zetten dat degene die hen toen echt hebben ingemaakt, dat die hier ook zijn. Maar... Ja, snap ik man. Ja, natuurlijk. Ja. Had je niet liever thuis gezeten? Nee, zeker niet. Dit event is uniek. En nee, dat we dat hier kunnen meemaken met z'n allen, ja, dat is prachtig. Mooi dat ze er rekeningen mee hebben gehouden. En dat ze dat kunnen organiseren zo. Dan het toptalent van Turkije, Arda Güler. Ja, heerlijk spel. Kijk, dat gebeurt wel. Dit was Ronald de Boer. Veel plezier met Nederland-Turkije. Het is toch belangrijk deze wedstrijd, hè?
Want we moeten het wel winnen. Ja. Wat denkt u dat het gaat worden vanavond? Ik denk voor 2-1. Voor Nederland, hè. Vinden jullie het leuk dat de muziek onderbroken wordt voor de wedstrijd? Ja, sowieso. Tuurlijk, 100%. 100%. Als het niet zo was geweest, had ik echt mijn kinderen hier niet mee naartoe genomen. Had het niet gekund. Echt waar we naar huis gingen. Nee, echt, sorry liever, maar daar hadden we echt naar huis gegaan. Dat kan niet. Wij zijn de vaste bezoekers van Live in de Hoorn en fanatieke Oranje supporters. Dus ja, dan heb je geen keuze. Was je anders naar huis gegaan als je gezien had dat de wedstrijd hier niet werd uitgezonden? Nee, denk ik niet. Nee, dat dan weer niet, maar dan had ik wel op mijn telefoon gekeken. En ik denk dat dit uniek is. Gewoon echt uniek nu in Nederland dat je met zoveel mensen voetbal kan gaan kijken. En dat ja, is fantastisch. Ze winnen zo druk en ja, ze winnen toch wel, joh. En ik denk 2-1 in Nederland. En, maar het is zo druk binnen. En buiten is ook gezellig, mooi weer. En gelukkig is het droog. Dus naar de kloten. Hey, topper! Wij zijn van Holland. Oh, ja. Moet je naar binnen kijken? Ja, even cola halen. Gaat hartstikke goed. Ja. Ik hoor niet gejuicht binnen. Ja, dat zal wel niet veel bijzonders zijn. Oh, Turkije scoort. Verdomme. Turkije scoort. Uh-oh. Verdomme, meneer. Heb je net gemist? Ik ga naar huis. Dat is niks. Wij gaan naar huis, meneer. En vooral voor de organisators, dat het geen verlenging wordt. Hè? Want André Hazes junior die wil je niet laten wachten natuurlijk. Anders heeft hij weer iets te veel biertjes op, dat wil je ook weer niet. Dus nee, André is topper. Dus het zou mooi zijn als Nederland gewoon in 90 minuten het afrondt. En dan kunnen we weer verder met feesten.